Ik had het nooit verwacht dat ik weer zo snel met dit t-shirt op mijn YouTube kanaal kan zijn. Maar er is groot nieuws. De AllesKunner krijgt een seizoen 3 en jij kan meedoen. En daarom dacht ik, laat ik terugkijken naar mijn auditie voor seizoen 2. Laat ik wat tips en tricks geven voor de castingvideo en misschien voor het spel. Maar laten we snel kijken waar ik het eigenlijk over heb. Ik ben de AllesKunner. Ik wil natuurlijk ook mijn eigen grenzen opzoeken. Kijken, wat kan ik nou echt? Ik doe mee aan de AllesKunner, omdat ik super graag papa wil worden. En ja, wat is er beter dan een papa die alles kan? Ik kan echt alles. Ik kan alleen niet tegen mijn verlies. Ik denk wel, nou, dit soort spelletjes, het valt er mee. Maar als je zeg maar in dat moment zit en dat je echt moet gaan strijden, ja, dan het gevoel van euforie. Mocht jij nou geen flauw idee hebben wat de AllesKunner eigenlijk is, dan ben je of net nieuw op dit kanaal of je hebt op een steen gelegen. Want ja, ik deed mee met seizoen 2. Ik ben 10e geworden bij de AllesKunner. Maar ja, wat houdt dat nou dus in? De AllesKunner is een programma waar je met 99 andere mensen spelletjes gaat spelen en waar je niet eerst hoeft te worden, maar gewoon nooit laatste. Dan win je 50.000 euro. Oftewel een jaar lang gratis leven. Vorige week kreeg ik het mailtje dat de AllesKunner weer terugkomt. Dankzij het leuke seizoen wat wij hebben gemaakt en neergezet, komt er dus nog een seizoen 3. Ik heb met dit kanaal zoveel content over de AllesKunner gedaan. Elke week heb ik het weer besproken, heb ik een hele serie van gemaakt. Ik heb leuke mensen eraan overgehouden. Ik dacht, ja, misschien is het leuk om er een video over te maken. Want ja, hoe ben ik bij de AllesKunner eigenlijk terechtgekomen? Een goede vriendin / oud collega is mijn loopmaatje en wij wandelen altijd samen. En ineens stuurde zij op Facebook een bericht door. De AllesKunner zoekt nieuwe kandidaten voor seizoen 2. Zo ben ik er dus terechtgekomen. Ik heb me ingeschreven. Dat is het formulier waar jij je nu ook in kan schrijven. Ik zal even in de beschrijving neerzetten waar dat is. Dan kan jij je gewoon netjes inschrijven. Dat is gewoon een formulier, gewoon basic. En eigenlijk kom je daar altijd wel doorheen. Uit mijn ervaring meestal in ieder geval. Gewoon jezelf zijn en dat is sowieso al tip 1. Zorg altijd dat je zo eerlijk mogelijk bent. En wees gewoon een beetje creatief met je woorden. En dan kom jij waarschijnlijk wel in ieder geval ronde 1 door. Dan op een gegeven moment moest ik een video gaan maken. En dat was ongeveer 30 seconden. Die video zag er wel als volgt zo uit. Hoi, mijn naam is Fabian de Gijzen, 22 jaar. En ik denk dat ik de perfecte kandidaat ben voor de AllesKunner, omdat ik vroeger op jonge leeftijd helaas heb ondergedoken gezeten, omdat mijn vader alcoholist was. Hierdoor ben ik erg snel volwassen geworden, vindingrijk geworden, ben ik creatief en zoek ik altijd de uitdaging op. Het leven is één grote uitdaging en je moet het beste ervan maken. En daarom denk ik dat ik de perfecte kandidaat ben. En hopelijk zien jullie dat ook. Nu zou je misschien denken, wat een heftige video. Wat zegt hij nou eigenlijk allemaal? Ik vertel gewoon dat ik ooit heb ondergedoken gezeten in Nederland. En dat is misschien heel gek, zwaar en wat dan ook. Maar ja, het is wel de waarheid. En dat is hoe ik mij wilde neerzetten. Ik wilde mij zo persoonlijk mogelijk neerzetten. Want ja, ik weet, omdat ik zelf ook in dit wereldje zit, dat ik best een nadeel heb dat ik in dit wereldje zit. Je staat al 1-0 soms achter met dit programma's, want ze willen vaak niet acteurs. Mensen die zelf achter de schermen werken, mensen die vaker mee hebben gedaan. Dat is niet altijd wat ze zoeken. Soms wel, maar ja, ik ben niet echt het type programmamaker wat meedoet met dit soort programma's. Ik wilde laten zien dat ik er serieus voor wilde gaan, dat ik inzet had, een verhaal had en dat ik mezelf kon verkopen. Nou, dat is gelukt, want ik deed uiteindelijk mee. Ik heb inderdaad wel zo persoonlijk mogelijk gehouden. Ik ben ook zo real mogelijk geweest, denk ik, tijdens de opnames. En ik heb het zo serieus mogelijk aangepakt. Enigste nadeel dat je minder vaak op tv komt. Maar ja, daar was ik er niet voor. Ik wilde echt gewoon mezelf tegenkomen. Ik wilde er knallen en dat soort dingen. Moet jij nou ook zo'n heftig onderwerp bespreken tijdens je auditievideo? Nee. En misschien ja. Nee. Als jij het niet hebt meegemaakt of niet zo in het leven staat of er helemaal niet over wilt praten, zeker niet doen. Absoluut niet doen. Wat wel een voordeel is, als je het bijvoorbeeld wel zo'n mooi verhaaltje hebt en je het mee kan nemen, doe het. Maar als jij heel grappig in het leven staat of wat dan ook, zorg dat dat in een videootje komt. Want bijvoorbeeld Boinkie, die ook meedeed, die heeft gewoon een video op de wc met wc-papier gemaakt. Waarom? Geen flauw idee, maar dat was zijn ding. En daardoor zat hij wel in seizoen 2. Dat is in ieder geval de eerste tip die ik je mee wil geven. Blijf zeker bij jezelf. Of dat nou bij ronde 1 van de castingronde is, of is dat casting ronde 3. Maakt niet uit, zorg dat je altijd jezelf weergeeft. Bijvoorbeeld bij mij op mijn video dachten ze dat ik 2 meter lang was. Totdat ik als Ukkie daar aankwam, bleek ik 1,75 te zijn. Toen dacht ze, oh, dit is toch een heel ander type dan ik me had voorgesteld. Ze hadden het al kunnen weten als ze mijn YouTube-kanaal hadden gecheckt. Misschien voor mij het geluk dat ze dat niet hebben gedaan. Omdat ze dachten, ja, we willen een langer persoon. Uiteindelijk was het af en toe wel klein zijn een nadeel, maar goed. Tip 2 wil ik je sowieso meegeven. Als je nou zit te twijfelen om mee te doen of je in te schrijven, doe het gewoon. Zoals ik al zei, er zijn meerdere rondes. Mocht je uiteindelijk niet mee willen doen, val je vanzelf wel af. Of dan zeg je toch op een latere ronde, ja sorry, ik heb me ingeschreven, ik kan gewoon niet, ik heb er geen tijd voor, noem maar op. Waarom je ook niet meer mee wil doen. Maar probeer het gewoon, want je gaat echt geen spijt krijgen. Ik heb nooit spijt gehad van deze deelname. Ik ben dan 10e geworden, verder dan ik ooit had durven te dromen. Verder dan ook wat mijn doelstelling überhaupt was. Maar ja, ik heb er een extra vriendengroep van overgehouden. Sommige mensen hou je voor het leven misschien. Andere mensen zie je niet zo vaak meer. Andere mensen spreek je ook überhaupt nooit meer. Maar goed, je hebt in ieder geval een leuke tijd samen en je kan iets moois opbouwen. Dus zeker een aanrader om in ieder geval in te schrijven, mocht je 18 plus zijn. Dat is het enige nadeel. Dat soort informatie, hoe oud je moet zijn en wat dan ook, dat staat ook bij de inschrijving. Dus daar ga ik je niet mee lastigvallen. Mocht je nou door zijn, heb ik dan ook tips. Zeker. Sowieso, mijn grootste tip kan zijn, je gaat enorm gestrest zijn. Maar zorg dat je zo rustig mogelijk elk spel ingaat. Zorg dat je wat ademoefeningen doet. Zorg dat je even wat water hebt gedronken. Niet te veel, want anders ga je pissen. Zorg dat je gewoon echt zo relaxed mogelijk bent. Ga je niet te veel voorbereiden op de spellen. Ga je niet te bang maken. Oh kut, dit kan ik niet. Sowieso kan ik je vertellen, de eerste 50 spellen is eigenlijk als jij rustig blijft, tactisch blijft, kan je altijd door. En dat is misschien makkelijk gezegd, maar ik heb het oprecht gezien. Als jij gewoon rustig de spellen ingaat, een beetje tactisch, een goede vriendengroep om je heen hebt, dan kom je er wel. En ja, dan kijk je wel hoe ver je komt. Ga in ieder geval niet vol voor de winst, want dan ga je er juist niet komen. Zorg dat je plezier hebt. En dat is ook een hele belangrijk ding. Geniet. En in het hotel iets rustiger aandoen soms, want ik heb elke nacht haast tot 2 à 3 uur doorgebracht. En dan moest je 6 à 7 uur weer opstaan. Ik was kapot en je zag het ook op een gegeven moment. Iedereen was steeds moeier en dat soort dingen. Ik hoop in ieder geval dat jij je gaat inschrijven als je erover na hebt gedacht. Of zit te dromen tijdens het programma zelf. Maakt niet uit hoe oud je bent. Als je maar 18 plus bent, ga er gewoon voor. En geniet ervan, mocht je de tijd hebben. Want het is een mooie tijd en je gaat er nooit spijt van hebben. Echt, dat beloof ik je met mijn hart. Ik wil jou in ieder geval succes wensen met je auditie. Laat het even weten in de comments, mocht jij auditie willen doen, mocht jij meer van dit soort filmpjes willen, dat ik terugkijk op mijn tv-ervaringen, mijn audities, of wat dan ook, laat het gewoon weten. We kunnen altijd even een terugblikje doen, dat is geen probleem. Ik vind het in ieder geval leuk dat er weer een seizoen aankomt. Ik ga er zeker mee kijken of ik iets op mijn YouTube-kanaal ga doen, dat weet ik nog niet. Want ja, ik zit zelf waarschijnlijk niet bij dit programma. Vergeet ook niet te abonneren als je meer van mij wilt zien. Momenteel maak ik heel veel content, er komt heel veel leuke dingen aan, dus vergeet zeker niet te abonneren. We zijn bijna bij de 500. Misschien als deze video online komt, staan we al op 500. In ieder geval bedankt daarvoor. Ik waardeer het enorm. Vergeet in ieder geval dus niet te abonneren. Een likeje mocht je het een leuke video vinden. En doe nou gewoon mee. Je gaat er geen spijt van hebben en geniet gewoon. Succes en ciao. Tot de volgende keer.